Als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert ligt, blijft het gemeentehuis in het dorp voorlopig bewaakt. In februari besloot de gemeente een beveiligingsbedrijf in te huren nadat het gemeentehuis aan de markt tijdens een jaarwisseling was getroffen door een bommetje gevuld met purschuim. Daarnaast waren er veel klachten over hangjeugd op het bordes van het gebouw. Na de inschakeling van het beveiligingsbedrijf verdwenen de klachten. De beveiliging kost 30.000 euro per jaar.